Trainersvisie. Bert, van harte gefeliciteerd uh, met de overwinning op Ajax. Ja, jullie ook allemaal hè? Ja. Uh, Erik ten Hag nog uh, een beetje gereageerd uh, op het uh, interview? Uh, nee, niet dat ik weet. Uh, maar ik denk ook niet dat Erik ten Hag daarmee bezig is geweest. Nee hè? Dat idee had ik ook uh, zo. Maar goed. <laughs> uh, de wedstrijd. Uh, uh, eerste helft uh, zag er uh, goed uit, mag ik wel zeggen. Ja, het verschil tussen beide helften was wel aanzienlijk, moet ik eerlijk zeggen. De eerste helft goed druk naar voren gezet. Ajax eigenlijk niet in de wedstrijd laten komen. Juiste momenten doelpunten gemaakt, rust aan de bal. Veel energie erin gestopt. Ik moet zeggen, de eerste helft hadden we ook de wind wat in de rug. De omstandigheden waren nog redelijk. In de tweede helft weersomstandigheden anders. Veel wind tegen. Het veld werd gladder en gladder. En het belangrijkste: we vergaten te voetballen. En daardoor werd het denk ik voor de kijker niet zo'n heel mooi duel. Ik vond het van Aijers poep in de broek voetbal in de eerste helft. Wat hadden ze respect voor ons op een of andere manier? Ja, dat zou kunnen. Ze hadden de, de opstelling wat aangepast, of hun speelwijze in ieder geval. En uh, ja, Duidelijk aan anders aangepast. En je zag dat ze daar een beetje onwennig mee omgingen. En, uh, maar daar hebben we gretig gebruik van gemaakt. De, de groep die, uh, die zag dat, die voelde dat natuurlijk in het veld ook. En uh, ja, toen was eigenlijk al uh, bijna de wedstrijd gespeeld na 45 minuten. Eigenlijk zou je achteraf kunnen zeggen uh, dat de nulletje of vijf wel uh, beter was geweest. Uh, oh ja, ook voor doelsaldo natuurlijk. In die tweede periode. Ja, we zaten in de bus ook nog van: uh, jongen, jongen, we hebben het weer niet goed gedaan in doelsaldo Want normaal uh, ja, scoren we natuurlijk veel meer. Uh, ik denk in de tweede helft hebben we van die twee, drie uitvallen hadden er wel uh, één of twee ingemogen, natuurlijk. Maar. Uh, nou, aan de andere kant was ik ook erg content met wat, dat we als team ook die nul uh, in stand hielden. Want uh, ja, dat is ook wel eens anders geweest. En uh, we hebben nu gewoon heel veel wassen verdedigd als groep. En uh, de echte drive om het verschil nog te maken, die was er niet meer. Die konden we niet meer bereiken met elkaar. Maar ja, dan moet je ervan zorgen dat je geen doelpunten tegen krijgt. Dus uh, ik sprak ook met mensen en zei ja het was niet zo'n hele gave wedstrijd, maar uh, ja, weet je, het is twee helften. En het, uh, maar het verschil tussen die beide helften was te groot. Ik vind het wel complimenten voor de concentratie en de focus die met name de verdediging ook uitstraalde met Dennis en Joran in het centrum vooral. Nou ja, de laatste linie heeft zijn werk gedaan. Die heeft de nul gehouden. De jongens daarvoor hebben ervoor gezorgd dat er geen diepgaande middenvelders en dergelijke doorheen kwamen. Dus, maar dat zeg ik als team, heeft iedereen wel zijn energie erin gestopt. En, uh, maar ik vond ook dat de jongens achterin hoefden helemaal niet door het uiterste te gaan om, um, om een doelpunt tegen te houden. Dus dat was, dat was prettig. En uh, ze hoorden het ook gewoon uh, de nul houden. Dat zeiden we ook in de rust. Als je de nul houdt, dan win je hem. Zo, zo, zo makkelijk was het je wel. Um, maar goed, we hadden graag meer willen brengen. Maar we waren ook wel een beetje verrast dat, dat het eigenlijk op deze makkelijke manier uh, ging. Was uh, Oktay uh, Orsturk uh, helemaal op of, of was het uit tactische overwegingen? Of lag het aan het veld of wat dan ook? Ten aanzien van de wissel bedoel je? Ja? Nou ja, je kan wisselen. En uh, ik vond dat we in de tweede helft aan de rechterkant wat in de problemen kwamen. Uh, zeker bij balbezit van Ajax kwamen we te makkelijk door. En uh, Oktay had er al heel veel energie in gestoken. Nou, dan heb je wat frisse jongens op de bank. En uh, we vonden dat het moment om te wisselen. Wat mij ook opviel, dat was naar het doelpunt van uh, Daniel van Warven, die, die spontaniteit van hem, dat dansje naar het publiek toe. Überhaupt, wat moet dat een heerlijk uh, gezicht zijn geweest van jullie duck-out naar dat tribunetje daar. Ja, je hebt in Dortmund heb je de Geerbe Bawanda of zo, hè, geloof ik. Nou, die hadden wij ook uh, voor onze neus uh, zaterdag. Nou, hij is natuurlijk fantastisch voor Daniel. Kijk, iedereen weet dat Daniel zit in een moeilijke situatie. Dat hij, uh, dat hij niet in de basis uh, heeft gespeeld de laatste weken. En uh, hij pakt uh, nu zijn mogelijkheid om daar te spelen. Uh, bij afwezigheid van anderen. Nou, dat vult hij dan zeker in de eerste helft op een prima manier uh, in. En, en, ja, dat is ook eigenlijk wat je graag wilt zien als trainer. Dat je weet gewoon dat er nog zat wedstrijden komen van blessures, schorsingen, En de jongens die dan die die positie wel mogen inkleden. Ja, hoe reageerden ze dan nou? Als dit de manier van reageren is van een speler, dan uh, ben ik daar erg blij mee. Zo'n eerste doelpunt van Olivier Pilon, dat is volgens mij ook gewoon getraind of niet. Dat zag er zo alomvattend herkenbaar uit. Ja, dat kan ik heel stoer zeggen natuurlijk. en ja, natuurlijk Piet, we trainen we week in week uit. Op uh, Tuurlijk is het wel een, een looplijn die Oli graag maakt. Het is ook zo dat we daar inderdaad wel aandacht aan besteden. Maar goed, de rust die hij heeft als hij eenmaal in die situatie komt. Want eigenlijk ja, steekt hij een uh, weg van de goal. Uh, maar hij weet gewoon waar de keeper gaat komen. Hij weet waar de goal is en hij legt een fantastisch tweede paal binnen. En, maar ook het oog van Benjamin, het oogcontact wat hij had met Olivier. Om, om juist met die bal in te spelen. Ja, daar, daar kan ik ook wel enorm van genieten ja. Inderdaad. En dan nu uh, toch nog even twee uh, behoorlijke pittige potten voor de winterstop. Uh, wat verwacht je daarvan? Ja, eerst natuurlijk steden ook al. Ja, ze zeggen wel eens: hè, de, de mannen en de jongens in onze competitie. Ik heb andere trainers ook wel eens horen zeggen: nou, de aankomende zaterdag wordt echt wel een duo voor de mannen. Als je tegen Cedoco niet de bereidheid hebt om uh, ook fysiek uh, en mentaal uh, er goed voor de dag te komen, dan, uh, dan ga je het heel lastig krijgen. Dus uh, de jongens uh, koppelen dat aan prima veldspel. Uh, sfeer is volgens mij behoorlijk goed bij Cedoco. Dat zie je aan, uh, aan, aan samenvattingen en dat lees je ook in verslagen. Ze zijn goed bezig. Uh, maar goed, uh, kijk, afgelopen zaterdag uh, ja, waren ze schijnbaar heer en meester bij Harkema. En of Harkema het nou heeft laten gebeuren of dat Sudoko sterk was, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is feit is dus wel dat, uh, dat we echt wel beducht zijn voor de kwaliteiten van ja, Pinazzi, die heb je natuurlijk regelmatig zien voetballen of wel? Of niet? Ja, ik heb hem wel zien voetballen. Ik heb hem natuurlijk niet meegemaakt als trainer. Maar natuurlijk, de jongens die hebben nog regelmatig contact volgens mij via al die uh, moderne apparatuur. Zeg maar. Dus uh, nou ja, hij is natuurlijk een, een zeer belangrijke uh, speler binnen, binnen cdo Hij is natuurlijk de regisseur op het middenveld, bepaalde tempo, uh, verbaal goed aanwezig, kan veel met de bal. Dus het uh, is dus duidelijk dat dat wel een jongen is waar we absoluut rekening mee gaan houden. Langzaam maar zeker komen er ook de berichten binnen Zijpelen van contractverlengingen. Weet jij daar ook nog wat van of laat je dat aan de TCO? Nou, volgens mij mag, mag jij dit werk blijven doen, Piet. Dus als je daarop doelt, dan uh, gefeliciteerd. Heel fijn, heel fijn. Ja, dat doe ik op natuurlijk. Ja. Nou, bedankt, Bert. Ja, de luisteraars of kijkers hebben nu een nieuwtje. Dan die pakken we even lekker mee, hè? Ja, dat is hartstikke mooi. Ik ben er, ik ben er, ik ben er echt heel blij mee. Hey, um, nou, de komende week hopelijk weer een fitte groep. Hoe is het met Basiel of Medisch Geheim? Ja, buiten het feit dat we daar natuurlijk nooit uitspraken over doen, uh, gaan we zo meteen kijken wie er allemaal is. Ik verwacht iedereen, maar hoe fit iedereen is om volledig mee te trainen, dat is altijd weer een beetje aan wachten. Maar ja, het is toch een beetje de voetballerij: uh, op het moment dat het goed gaat, dan zullen bepaalde pijntjes wat minder uh, pijn doen. Hè? En, uh, dus ik verwacht dat iedereen uh, vanavond gewoon weer is. We hopen dat we in de maand december, deze feestmaand, nog uh, weer eventjes zes punten erbij kunnen pakken, Bert. Hè? Ik vind dat het hoort, Piet.